Dank u, voorzitter. Ja, we hebben het vandaag dus over mondiale gezondheidsstrategie. En wat betekent dat? Dat betekent centralisering van onze gezondheidszorg. En daar is het kabinet een groot voorstander van. Het kabinet schrijft zelf, ik citeer... Het kabinet onderschrijft dat de centrale en coördinerende rol van de WHO... dat is de Wereldgezondheidsorganisatie, versterkt moet worden. Einde citaat. En tijdens de coronaperiode hebben we ook gezien dat de WHO natuurlijk machtiger werd. Er komt de pandemie vandaag aan, ik zei het net al. Maar er is natuurlijk nu geen corona meer. Dus je moet nu een andere reden bedenken om dus die WHO meer macht te geven. En daar is een hele mooie reden voor bedacht. En dat zien we ook terug in al die stukken. Bijvoorbeeld die in de Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie. Dat heet Planetary Health. En wat betekent dat nou? En de heer Ram zei het net terecht ook al. Er wordt dus volksgezondheid wordt gekoppeld aan klimaatverandering. Hè? En dan kun je natuurlijk weer het riedeltje gaan houden van... ja, volksgezondheid is in gevaar, dus we moeten nu wat gaan doen aan die klimaatverandering. En het probleem daarbij is dat het dus totaal niet overtuigend is. Om te beginnen is er geen klimaatcrisis. We hebben dat al vaker gezegd. Er zijn meer dan 1900 wetenschappers die hebben de World Climate Declaration getekend... en die zeggen, er is geen klimaatcrisis, waaronder Nobelprijswinnaars... Dus die vliegen gaat al niet op. Maar klimaatverandering, wat er wel degelijk is... de planeet warmt weer een beetje op. En dat zijn gewoon die natuurlijke cycli. We komen uit de kleine ijstijd, wordt weer wat warmer. Dat is juist goed voor de volksgezondheid. Dus, en heel veel artsen vinden dat ook. En een van die artsen heeft ons dit stuk gestuurd. Maar het is maar één voorbeeld. Dit is dus een artikel uit de Lancet. Dat is toch een gerenommeerd tijdschrift op het gebied van volksgezondheid. Vorig jaar gepubliceerd. Hebben ze onderzoek gedaan in 854 urbane gebieden in Europa. En hebben ze gekeken van hoeveel mensen overlijden nou door kou en door hitte. En als je dan kijkt hoeveel mensen overlijden door hitte, dat zijn het iets meer dan 20.000. En door kou meer dan 200.000. Dus als inderdaad is klimaatverandering. Als de planeet dus langzaam wat opwarmt, is het eigenlijk alleen maar goed voor de volksgezondheid. Daarom neemt de levensverwachting misschien ook wel toe. Maar, en nu komt het, dit is natuurlijk echt absurd. Hè? Dus in de gedragscode van de KNMG, dat is de artsenvereniging... daar staat dus het volgende, pagina 42, ik citeer weer... Klimaatverandering en milieuvervuiling tasten de leefomgeving... en gezondheid van mensen steeds meer aan. Behalve dat dat niet klopt en het gênant is dat dat natuurlijk in die gedragscode staat... is het ook nog eens zo dat artsen, je moet zich daaraan houden. Dat staat ook in die gedragscode. Dus ik geef nog één citaat. Als arts staat in de gedragscode, zet je je daarom in voor een gezonde leefwereld. Ook wel bekend als Planetary Health, daar komt hij dus, Planetary Health. Nu en in de toekomst. Dat kun je doen door bijvoorbeeld de link tussen gezondheid en klimaat en milieu te signaleren en uit te dagen. Dat kun je doen, dat moet je doen. Dat moet je doen. Zo kun je de urgentie van de aanpak van klimaatverandering laten zien. Einde citaat. En we hebben daar heel veel kamervragen over gesteld. Wat betekent dat? Artsen kunnen dus op deze onzin, want dat is dan notabene, kunnen niet eens meer kritiek leveren. Dan hebben ze dus kans dat ze de inspectie achter zich aankrijgen. We hebben de minister heel veel vragen over gesteld. En de minister kan zelf niet aangeven of artsen dit wel of niet mogen zeggen. Het is gewoon één groot rookgordijn. En dan is de verdediging van de minister van, ja, ik kan dat niet zeggen, dat hangt af van de context. Dat is dus contextspecifiek. Dus ik ga het nu heel concreet maken. Concreter dan dit kan ik het echt niet maken. Stel dat een arts, en die artsen zijn, en dat weten, die hebben contact met ons gezocht. Stel dat de artsen zijn die dit betoog willen houden. Dit betoog wat ik net hou. En die stuurt dat in. Die stuurt dat bijvoorbeeld in aan de NRC. Een grote kop, dus het klopt niet. Het is niet zo dat klimaatverandering gevaar is voor de volksgezondheid. Het stuk staat dan in de NRC. En er is een andere arts, die ziet dat. En die denkt, die ga ik verlinken. Zoals het in de coronaperiode trouwens ook is gebeurd. Die gaat de inspectie bellen. En de inspectie krijgt dat telefoontje. Je ziet dat stuk. Het is inderdaad niet in lijn met de gedragscode. Kan die arts dan, wordt die arts dan wel of niet vervolgd door de inspectie? Dit is dus een ja-nee-vraag en ik wil hier echt een antwoord op hebben. En ik neem aan als de minister die weet dat de inspectie gebeld kan worden. Want als de minister het al niet weet, hoe kunnen artsen dan nog weten wat ze wel of niet kunnen zeggen? En dit ik rondaf, voorzitter, laat dus zien hoe ver we eigenlijk van huis zijn geraakt. Want als artsen, en we zagen natuurlijk ook in de coronaperiode dit... als artsen al geen kritiek kunnen leveren... als artsen zich al niet met het debat mogen bemoeien... dan weten we natuurlijk sowieso niet meer wat waar en niet waar is. Dus het is een hele zorgelijke ontwikkeling. Ik hoop dat ik op deze enige vraag die ik heb... dat ik daar dit debat wel antwoord op krijg. Dank u, voorzitter.